Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik jullie uitleggen hoe je drie keer steken moet doen. Oeh, drie keer steken, stop je op, stop je af, dat is toch wel... Oké, let's go. Ik ga jullie nu laten zien. Vergeet niet te liken en te abonneren, hè? Want ik doe moeite voor jou. Jij moet ook een beetje moeite doen voor mij. Ik ga jullie nu laten zien hoe drie keer steken werkt. Nou, belangrijk bij drie keer steken is dat je echt genoeg ruimte hebt om drie keer steken te doen. Het kan soms zijn dat de weg smaller dan dit is. Ga daar ook geen drie keer steken doen dan. Je kan ook keren door middel van een halve draai, hè, dat je in één keer gaat draaien of dat je een bochtje achteruit gaat doen, net zoals in de vorige video die ik jullie heb uitgelegd. In dit geval gaan we drie keer steken doen. Kijk goed vooruit ook weer, hè. Belangrijk dat je gaat zien dat hier bijvoorbeeld een paaltje staat. Ga niet bij dat paaltje drie keer steken doen. Hoe ga je stoppen? Net zoals altijd, binnen, voor, buiten, schouder, richting naar rechts, buiten, schouder. En dan stop je aan de kant. Voordat je gaat rollen, blijf om je heen kijken. Oké, als we willen beginnen, geven we onze richting aan naar links, nadat je hebt gespiegeld. En let goed op. Let op. Op het moment dat de auto begint te rollen, draai je helemaal naar links. En je mag de stoeprand raken. Ik zeg altijd, doe heel zachtjes. En wanneer je bijna de stoep raakt, draai je nog een beetje terug. En ik tik zachtjes, zachtjes. Ik mag niet op de stoep komen, gewoon zachtjes. Zet ik hem eens achteruit, voordat ik ga rijden, kijk ik goed om me heen. Komt niemand aan. En op het moment dat ik begin te rollen, dan pas mag ik beginnen met sturen. Niet nu, want je moet voorstellen dat dit de stoeprand is en dit mijn band. Als ik nu ga draaien, dan scheur je die band kapot. Dus eerst rollen, nog een keer even kijken, eerst rollen en dan volop gaan sturen. Kijk hoe ik stuur, ook een leuke stuurtechniek. En ik tik de stoep zachtjes aan, zachtjes. Oké, ik heb hem getikt. Ik ben vergeten terug te sturen. Is dat erg? Nee. Kijk weer goed om je heen. Nou, op het moment dat je begint te rollen, volop naar de andere kant toe. En nou pas gas geven. Nou, we gaan weer even aan de kant stoppen. Binnen voor buiten schouder, richting naar rechts en buiten schouder. Gaan we het nog een keertje doen. Zo. Oké, binnen voor buiten schouder, richting naar links, buiten schouder, rustig rollen, op het moment dat je rolt, volop insturen. Kijk, dit is ook een stuurmethode. Zachtjes de stoep raken. Top. Nu heb ik niet teruggestuurd, even bewust, om te laten zien van, hè, hoe kan je het dan oplossen. Ik heb hem eens achteruit gezet. Ik kijk om me heen omdat alle verkeer voor moet. Dus als er iemand komt, mag ik niet bewegen. Laat ik ze gewoon voorgaan. Het liefst zeg ik van, hey, ga je door? Want zo niet, ga ik zelf gewoon verder. Omdat ze mij die ruimte ook geven. Komt niemand aan. Eerst rollen. En nou volop de andere kant op. Nou, je ziet, lage tempo, hoge stuursnelheid. Zachtjes. Ik heb getikt. Oké, zet ik hem weer in zijn eind. Kijk ik weer om me heen. Komt niemand aan. En dan draai ik helemaal naar links. Zo'n stuurmethode mag je ook gebruiken. En dan ga je verder. En dit was drie keer steken, dames en heren. Vergeet niet te liken, te abonneren. En tot de volgende keer.